John de Jong overweegt te vertrekken bij PSV. Dat heeft hij gezegd tijdens de persconferentie. Na het vertrek van Mark van Bommel als hoofdtrainer ligt ook de technisch directeur onder vuur. Ik lees, wat ik net al zei, niet alles, want ik ben van de social media afgegaan. Dus wat er in de media verschijnt, dat lees ik ook niet allemaal. Maar ik krijg natuurlijk wel wat onder ogen zo af en toe. Ik word niet bedreigd, maar als je veiligheid en je bewegingsvrijheid in het geding is, dan denk ik wel eens, waar zijn we met z'n allen mee bezig? Nou, dat kun je afvragen. Heb je er wel zin in? Wil ik nog wel? Dat zijn de afwegingen die je de komende week wel kan maken. Na vele tegenvallende prestaties de afgelopen periode moet PSV het nu opnemen tegen Ajax, de nummer 1 op de lijst. Ja, ik probeer alleen de aandacht naar deze wedstrijd te houden. Het is natuurlijk niet makkelijk, het is super moeilijk, maar uiteindelijk zijn we ook professional en is het ook gewoon goed trainen. Zorg dat je daarin een plan hebt om zondag te gaan winnen. Steven Bergwijn werd afgelopen week verkocht aan Tottenham Hotspur. PSV gaat geen nieuwe speler inzetten, maar zet Sam Lammers in. Nee, we hebben volledig vertrouwen in Sam Lammers. We weten natuurlijk wel dat hij vanuit een blessure terugkomt. En uiteindelijk moet je ook afwegingen maken. En ik denk dat we hem het vertrouwen moeten geven nu om fit te worden, topfit te worden. Hij heeft bewezen dat hij goals kan maken. En zo zijn er meer in onze groep. Dus daar moeten we mee aan de slag. De nieuwe verdediger van de Eindhovense club wordt Ricardo Rodriguez. Hij is overgenomen van AC Milan. Rodriguez is voor PSV een goede aanwinst, aldus de club. Hij straalt rust uit, hij doet logische dingen voor de medespeler. Hij heeft ervaring. Hij weet wat dit soort situaties vraagt. Hij weet hoe het is om onder druk te spelen, we staan onder druk. Dat soort dingen heeft hij qua houding en gedrag als inbreng in de groep. Ik wil die mannschaft helpen. Het is een nieuwe ervaring voor mij ook. En waarom niet PSV? De wedstrijd tegen Ajax begint zondag om 16:45 en is live te volgen via Studio 040 Radio.